Maar eerst in de Nederlandse biotechsector zijn ze waarschijnlijk nu aan de champagne. Dat denk ik wel, want de investeringsmaatschappij Forbion heeft meer dan 2 miljard euro opgehaald. Waar dan 30 start-ups gebruik van kunnen maken voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. En dat is direct een van de grootste Europese kapitaalinjecties ooit voor de sector, meldt het FD. Managing partner van Forbion is Sander Slootweg. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoeeeee. Uh... Smaakt het, ja, hoe smaakt het champagne ja smaakt het champagne ja nou dat, dat, ik kan niet ontkennen dat er hier een glas gedronken is bij de closing maar uh, nu begint natuurlijk het, uh, het harde werk want uh, het is niet zo dat die bedrijven dat zelf mogen verdelen dat is gewoon uh, onze selectie en we zien op een jaarbasis, iets van 1200 uh, opportuniteiten waar we de beste uit moeten kiezen. Dus daar gaat, uh, daar gaat heel veel werk in om dat naar de juiste bedrijven te geleiden. Ja, maar u zegt nu begint het harde werk. Ik kan me voorstellen om 2,1 miljard om precies te zijn, uh, euro uh, binnen te lullen in dit fonds, dat dat ook best wel hard werk is geweest. Dat is zeker ook hard werk geweest. Maar wat wel heeft geholpen in ons geval, is dat uh, de vorige fondsen uh, een aantal goede successen hebben laten zien. We hebben in de afgelopen 12 tot 15 maanden zes bedrijven verkocht, elk voor meer dan een miljard. Dus uh, dan zien onze investeerders natuurlijk geld terugvloeien naar hun eigen kas. En uh, ja, dan worden ze ook enthousiast om weer met de volgende fondsen mee te doen. Precies, dat is een reclamecel aan uh, zich. Nu zegt u al, we gaan nu uh, die, die start-ups selecteren en kijken wat ze ermee doen. Wat kunnen ze nu uiteindelijk met dit geld? Nou, we hebben twee uh, verschillende fondsen opgehaald. Dus uh, eigenlijk twee verschillende strategieën. We hebben ons uh, Forbion Ventures fonds opgehaald. Dat financiert eigenlijk de vertaalslag uh, in medicijnontwikkeling van interessante labdata naar de eerste patiëntendata. En dat is natuurlijk vaak een belangrijk waardepunt als je aantoont dat een nieuw medicijn veilig is en werkt in patiënten. En dan kan je al vaak belangstelling zien vanuit de farmaceutische industrie voor die ontwikkeling. En het andere fonds is een groeifonds. En dat financiert echt het laatste stuk van medicijnontwikkeling richting de markt. Dus de marktgoedkeuring in Europa en Amerika. Mm -hmm. En ook dat is een belangrijk waardepunt waar vaak dan farmaceuten het stokje overnemen en zo'n goedgekeurd nieuw medicijn dan uiteindelijk op de markt gaan brengen naar ja. patiënten en artsen. Heeft u ook een voorbeeld van uh, wat voor soort medicijnen nu hopelijk met uh, net dat extra zetje krijgen dat uh, over een tijdje dat ze ook echt op de markt zijn? Nou, dat zijn ook vaak echt innovatieve geneesmiddelen. En, uh, en vroeger kenden we natuurlijk allemaal de pillen in uh, potjes. En op een gegeven moment kwamen de eiwitten, zoals insuline en, en antistoffen. Maar ja. tegenwoordig heb je echt complexe medicijnen, zoals uh, op basis van uh, gen-editing of uh, gentherapieën of celtherapieën. En het zijn vooral dit soort meer geavanceerde uh, biotechnologieproducten die wij hopen uh, naar, ja. naar de markt te kunnen maar gaan dat, brengen. Maar dat is dan bijvoorbeeld voor soor uh, allerlei soorten vormen van kanker, kan ik me zo indenken? Dat is voor uh, ja, eigenlijk alle ziekten die je maar kunt verzinnen. We zijn wat dat betreft agnostisch. Uh, er zijn 8000 geïdentificeerde ziekten. En maar voor een, een klein deel van die ziekten zijn er op dit moment geneesmiddelen. Dus ja, ja de markt is nog zo ontzettend groot. Daar kunnen we nog jaren voor uiten ja. om daar ja. uh, nieuwe voor te Het, het is een enorm risicovolle markt. Hè? Want uh, wil je iets ontwikkelen, de, de risico's zijn enorm. Het proces duurt ontzettend lang. En dan hoop je maar dat je inzet op het juiste product en dat het, het haalt. Dat klopt. Nou, daarom hebben we ook heel veel hele slimme koppen hier. Uh, de meeste mensen die bij ons de analyses doen van de, van de kansen die langskomen, dat zijn mensen met een PhD-achtergrond die daar heel lang voor door hebben geleerd. Dus wij proberen natuurlijk dat risico zoveel mogelijk terug te ja, brengen. Maar en het is praktijk... toch een beetje als roulette spelen, toch? Nou, dat, dat uh, zou je misschien denken. Maar in praktijk is onze gemiddelde zeg maar, succeskans is, is 80%. Dus 80% van de investeringen worden een succes. En 20% die betalen minder terug dan onze inleg. Dank. Sander Slootweg, managing partner van Forbion.